En welkom bij weer een gloednieuwe Fan Friday video. Ik heb enorm veel zin in de video van vandaag, want we gaan iets heel erg tofs uitproberen. Maar voordat we gaan beginnen, zou ik eventjes een klein momentje uit je dag mogen hebben om je te vragen om deze video een duimpje omhoog te geven, want dat helpt me echt enorm. En vergeet dan ook zeker niet om op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat als je dat nog niet hebt gedaan. Op die manier blijf je namelijk op de hoogte van wanneer ik een nieuwe video upload en hoef je er nooit meer eentje te missen. En als je dat hebt gedaan, blijf dan vooral lekker kijken en laten we beginnen met het allereerste gedeelte van de video, namelijk fanart! Hier zie je allemaal verschillende soorten fanarts langskomen die door jullie zijn gemaakt deze afgelopen week op Instagram. En kijk hoe enorm tof en leuk ze eruit zien. Ik vind ze echt stuk voor stuk helemaal geweldig. En wil je nou kans maken om met jouw fanart in de volgende Fan Friday video te komen? Dan is dat heel erg makkelijk. Het enige wat je hoeft te doen is het op Instagram te posten, mij erin te taggen en er natuurlijk wel voor te zorgen dat je account niet op privé staat. Want anders kan ik hem natuurlijk niet zien. En wie weet zie je jouw fanart wel terug in de volgende aflevering. Hoe ontzettend tof zou dat zijn? En vorige week heb ik je beloofd om meer te vertellen over een concert in België. Woe, super spannend. En dat ga ik in deze video natuurlijk doen. Er komt namelijk een concert aan in Antwerpen, Stad Schouwburg, op 16 mei. Hoe ontzettend tof en geweldig is dat? Ik kan niet wachten om daar te spelen. Ik heb heel veel vragen gehad over of er ook een concert in België zou komen. Dus ik ben zo ontzettend blij dat ik dit nu eindelijk kan aankondigen. En wil je daar nou heel erg graag bij zijn, dan kan dat natuurlijk. Er zijn twee verschillende soorten tickets beschikbaar. Een zilveren ticket, dat is eigenlijk gewoon het normale toegangskaartje. Of een gold ticket. En dat is een toegangskaartje met daarbij ook een meet and greet en nog heel veel andere extra dingetjes inbegrepen. Dus de enige vraag die nu nog overblijft is: waar kun je de tickets verkrijgen? Nou, alle info daarvoor staat in de beschrijving onder deze video, waaronder natuurlijk ook de link. En om het zo eerlijk mogelijk voor iedereen te houden, begint de kaartverkoop morgen, zaterdag 20 januari om 10 uur 's ochtends. Dus zorg er zeker voor dat je ervoor klaar zit en hopelijk zie ik je daar. Yes! Slime make-up testing. Ik was laatst gewoon lekker op het internet aan het scrollen en op een gegeven moment kwam ik iets heel erg tofs tegen. Namelijk een make-up product gemaakt van slijm. Nou, dat is natuurlijk wel iets wat ik heel erg graag moest uitproberen. Het enige was dat het misschien wel een beetje duur was. Dus ik twijfelde een beetje of ik het wilde kopen. Maar het was wel echt een heel erg goed make-up merk. Dus ik had zoiets van, oké, vooruit. Ik ga er gewoon voor. Dus ik heb het binnengekregen en dit is het pakketje. Nou, zoals je kunt zien ziet het er niet echt heel erg spectaculair uit. Het is eigenlijk gewoon een vrij saaie witte doos, maar wel met hele chique gouden tekst erop. En het is dus gewoon een highlighter. En die zijn echt enorm populair, want ze geven een hele mooie glans op je gezicht. Maar deze is dus gemaakt van slijm. Of zoiets in ieder geval. Yes! Oh my goodness, jongens. Ik ga hem eruit halen. En wow, dit ziet er wel heel chic uit. En dat is echt heel erg veel glas, zoals je kunt zien. Volgens mij is het eigenlijk gewoon meer productverpakking dan product zelf. Maar in ieder geval ziet het doosje er wel echt heel erg mooi en gaaf uit. Met een hele prachtige gouden dop, zoals je kunt zien. Dit is dan de onderkant. Ik ben zo ongelooflijk benieuwd naar hoe dit allemaal aan gaat voelen en zo. Oh my goodness. Nou, daar gaan we dan, jongens. Oeh, yes! En jullie hebben het nu als eerste gezien. Ik heb het zelf nog niet gezien. Maar even kijken. Oh, wow! Oh my goodness! Kijk hoe ongelooflijk jellyachtig dit is. Wow! Dit is eigenlijk wel een beetje creepy, want het is een soort van slijm, maar dan in een huidskleur. En hij is dus echt een soort van pudding of zo. Ik ga gewoon eventjes proberen mijn vinger erin te stoppen en kijken wat er gebeurt. Voelt het ook inderdaad echt als slijm aan? Here we go, jongens. En oeh, het is koud. Oh, hè? Nou ja, zeg. Dat is helemaal niet slijmerig. Oh, ja. Oeh, je kan er een klein beetje mee spelen. Maar dit spul is zo enorm apart. Kijk dan. Oh, en dit is dus gewoon een make-up product dat je op je gezicht moet smeren. Ik weet niet of ik daar helemaal blij mee moet zijn. Maar goed, ik ga het er... Oh, nou, je kan hem nog vrij makkelijk zo weer van je vinger afkrijgen. Dus dat is heel goed. Ik denk dat ik hem maar gewoon ga uitproberen op mijn gezicht. Dus ik ga gewoon mijn vinger erin dippen zo. Oeh, yes. Ik weet niet of ik genoeg heb of misschien wel te veel. I don't know. Ik denk dat ik gewoon hier zo ga beginnen. Zoals je kunt zien is er nu gewoon helemaal geen glans op. Dus we gaan zien wat deze gaat doen. En yes. Wow. Oh my god. Oké, ik moet natuurlijk wel een beetje uitsmeren. Zo.
Woehoe! Hij is heel erg glanzig. Oh, dat voelt echt zo raar om gewoon slijm op mijn gezicht te smeren. Het is inderdaad best wel slijmerig. Voelt een beetje plakkerig aan ook. Oh, ik vind het heel erg lastig om het zo goed uit te smeren op mijn gezicht. Wat is dit? Dat lijkt gewoon op één grote lelijke streep hier zo, jongens. Misschien doe ik het ook wel verkeerd hoor. Dat kan ook best wel. Maar, oh my god. Oh ja, oké. Kijk, kijk. Ah, nu is het al een stuk beter. Zo ongelooflijk mooi. Even vergelijken met mijn andere wang. Helemaal geen glans. En boom, glans. Aan de andere kant is het misschien ook niet de allerbeste highlighter die ik ooit heb gezien. Wat vind jij? Vind je het een beetje mooi? Of vind je het te veel? Of niet goed genoeg? Oh, ik ben heel erg benieuwd naar jullie mening. Maar, oké, ik ga het nog één keertje proberen. Alleen al op mijn andere wang. Oké, here we go. Oh my god. Nee, je ziet niks van. Oh. Yes! Uitvegen zo. Ik vind de kleur echt heel erg mooi. Het past super goed bij mijn huid. Maar ik had dus echt never nooit verwacht dat ik dus slijm als make-up zou gebruiken. Nou ja, het is natuurlijk niet echt slijm zoals we dat kennen. Maar het is op zich wel een heel erg grappig idee natuurlijk. Misschien een beetje duur voor het eindresultaat. Maar op zich geef ik het toch wel een duimpje omhoog. Want het was leuk en het ziet er goed uit. Yes! 20 second wrap out. En Megan, Muzik en Robina, Maika, Annabella, Jodie, Room, Sera, Coca, Maslow, Rena, Isabella, Jay, Lynn, Lynn en Zoe, Gekke, Manne, Janne, Martina, Vera en Debbie en Nelly, Jona, Sanne, Christa, Bos, Kay, Illy's World en Janne, Nina, Zia, Amari, Dede, Julia en Angelina, Sylvie, 12, Carmen, Winnie, Mantania, Laura, Stella, Jans, Juliana, Lana, Nova, Sarah. Heb je deze video nou helemaal tot aan het einde bekeken? Bewijs dat dan eventjes door het een duimpje omhoog te geven en de vraag van vandaag te beantwoorden. Want op dit moment is het weer echt heel erg slecht. Dus de vraag is, als je jezelf overal ter wereld kan teleporteren, waar zou je dan op dit moment willen zijn? Ik ben heel erg benieuwd naar je antwoord. Laat het me zeker eventjes weten en dan zie ik je weer in de volgende video. Doeg!